Mijn schapen horen mijn stem, hoofdstuk 12, belemmeringen voor gemeenschap. Ik definieer gemeenschap als communicatie met plezier. Als je de Heer met heel je hart lief hebt en gehoorzaamt, kom je in aanmerking voor een constante gemeenschap met Hem. Belangrijke hindernissen voor gemeenschap. De volgende hindernissen maken onmiddellijk een einde aan de gemeenschap met God. Ze worden in dit boek in detail uitgelegd. 1. Trots, jouw heerschappij. 2. Egoïsme in elke vorm. 3. Openlijke rebellie. 4. Zondige gewoontes. 5. Zonden van nalatigheid en opdracht. Subtiele belemmeringen voor de gemeenschap. Als je niet openlijk opstandig bent en de Heer echt wil gehoorzamen, zal Satan subtiele hindernissen gebruiken om je op een dwaalspoor te brengen. Hij kan je ervan overtuigen dat jouw zonden niet zo erg zijn als die van een ander en dat je je er dus geen zorgen over hoeft te maken. Hij kan je verleiden om beledigd te zijn als je overtuigd wordt van zonde. De duivel kan tegen je liegen door te zeggen dat je de Heer al hoort, dus dat je geen openbaring over dit onderwerp meer nodig hebt. Hij zal je verleiden om je egoïsme en geheime rebellie te verbergen. Hij zal schijnbaar legitieme redenen geven om je zonden te verontschuldigen. Als Satan je op welke manier dan ook probeert te hinderen, moet je eerder bemoedigd dan ontmoedigd zijn. Zijn pogingen om je ervan te weerhouden met God te wandelen, bevestigen hoe belangrijk het is. De volgende subtiele hindernissen belemmeren de gemeenschap, net zoals overduidelijke zonden dat doen. Persoonlijke meningen. Als je de stem van de Heer duidelijk wilt horen, moet je je persoonlijke verlangens en plannen aan Hem overgeven. Als je God probeert te overtuigen om je te laten doen wat je vlees wil, dan ben je al in zonde. Het antwoord dat je hoort en dat jouw voorkeuren vervult, komt niet van Hem. Dit is nog een reden waarom het cruciaal is om jezelf op elk gebied te verloochenen. Egoïsme is geworteld in het vlees. Als je je eigen weg meer wilt dan Gods weg, hou je meer van jezelf dan van Hem. Als je Hem gehoorzaamt als een plicht, is je motief om Hem te dienen niet zuiver en zul je toegeven aan je vleeselijke verlangens. Wegen die goed lijken. Veel gelovigen geloven dat ze geestelijk volwassen zijn en dat God hen vertrouwt om beslissingen te nemen vanuit hun vlees. Spreuken 16:25 zegt: er is een weg die iemand recht schijnt, maar het laatste van die zijn wegen des doods. Dit is een overduidelijke leugen van Satan die in strijd is met vele teksten in de Bijbel. Je zult nooit een niveau van geestelijke volwassenheid bereiken dat je in staat stelt om de heerschappij over te nemen. Marcus 12 vers 32b zegt: er is een enig God en er is geen ander dan Hij. Sommige hedendaagse bedieningen promoten het idee dat je een medewerker van Jezus bent, alsof je gelijkwaardig aan Hem bent in autoriteit. Dit is een valse leer van de duivel. Afwezigheid van de doop van de Heilige Geest. Misschien heb je de doop van de Heilige Geest nog niet ervaren of vraag je je af hoe deze gave werkt. Misschien ben je beledigd door de verschillende manieren waarop de doop van de Geest is onderwezen met te veel nadruk op geestelijke gaven. Misschien heb je de gaven van de Geest verkeerd gebruikt, zien worden, of heb je mensen ontmoet die beweren dat ze geestelijker zijn dan anderen omdat ze de gaven van de Geest gebruiken. Misschien ben je voorzichtig met een bepaalde gave omdat je hebt gezien dat het misbruikt werd. Het belangrijkste doel van de doop met de Heilige Geest is het ontvangen van Gods kracht. Handelingen 1 vers 8 zegt: maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. De Heilige Geest is gegeven, zodat je de kracht hebt om te zijn wie God heeft geroepen je te zijn. De kracht van de Heilige Geest stelt je in staat om je vlees te doden, je over te geven aan Jezus als Heer en te worden als Christus. De Heilige Geest moet in en door jou werken zonder weerstand. Ik heb het niet over een ervaring die je jaren geleden hebt gehad, of over het al dan niet spreken in tongen. Enkele belangrijke vragen zijn: 1.
verandert de kracht van de Heilige Geest mij naar het beeld van Christus? 2. Ben ik in staat om mijn vlees te overwinnen en te doen wat God zegt? 3. Worstel ik met herhaaldelijke mislukkingen? Als je je volledig hebt overgegeven aan de kracht van God, kun je genieten van de Heilige Geest die zich op vele manieren manifesteert, waaronder de gaven van de Geest, 1 Korintiërs 12. Hij zal je in alle waarheid leiden, je veranderen naar het beeld van Christus en je in staat stellen om een zegengevierend christelijk leven te leiden. Goed is de vijand van het beste. Gelovigen proberen God vaak te behagen door vanuit hun vlees goede werken te doen. Ook al lijken deze werken goed te zijn, zullen je beslissen over wat goed of slecht is, deel uitmaken van de vleeselijke natuur. Het doen van goede werken vanuit het vlees weerhoudt je van het beste werk, namelijk het gehoorzamen van de Heer. Als de duivel je niet kan verleiden om slecht te zijn, zal hij je vanuit je verstand en begrip verleiden om goed te zijn. Zelfs als je een goede Heer bent, ben je nog steeds in het vlees. Dit houdt je net zo goed buiten Gods aanwezigheid als het kwaad dat je doet. Gods motief, integriteit en goedheid in twijfel trekken. God in twijfel trekken bevestigt dat je in het vlees bent. Als je Gods wil in twijfel trekt of je ertegen verzet, houd je niet van hem met heel je hart en vertrouw je hem niet volledig. Denk aan wat Satan zei in Genesis 3 vers 1b. En zij zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij zult niet eten van de alle boom van deze hof? Als je God of zijn motieven in twijfel trekt, luister je net als Eva naar Satans leugens. Bezorgdheid en angst. Angst is het tegenovergestelde van geloof. Als je bang bent voor wat God van je zal eisen, dan vertrouw je hem niet. Bezorgdheid is nog een andere aanwijzing dat je hem niet vertrouwt. Je kunt niet tegelijkertijd ongerust zijn en de Heer vertrouwen. Spreuken 3, 5a zegt, vertrouw op de Heer met uw heel hart. Het kan zijn dat je in sommige situaties op de Heer vertrouwt, maar op andere gebieden angstig bent. Elke gedachte of emotie die geworteld is in angst, bewijst dat je niet met heel je hart op de Heer vertrouwt. Twijfel en ongeloof. Elke gedachte die ervoor zorgt dat je aan God twijfelt of God wantrouwt, komt van Satan, die de ultieme leugenaar is. Hij misleidt je met leugens die God, wijsheid en goedheid in twijfel trekken. Dit is nog een andere reden waarom het belangrijk is om elke gedachte te onderwerpen aan de gehoorzaamheid van Christus. 2 Korintiërs 10 vers 5. Veel gelovigen denken dat ze vertrouwen een emotionele reactie is, maar het is eigenlijk een beslissing van het hart die gevolgd wordt door gehoorzaamheid. Je kunt God vertrouwen zelfs als je niet begrijpt wat hij kiest of toestaat. Uitstellen. Gehoorzaamheid die niet onmiddellijk is, is geen gehoorzaamheid. Als je wacht om de Heer te gehoorzamen, is dat meestal omdat je niet eens bent met wat hij zegt. Of je het nu beseft of niet, toch ben je in opstand. Als je merkt dat je aarzelt om te gehoorzamen of je gehoorzaamheid uitstelt tot een later tijdstip, kom dan voor de Heer in een staat van berouw. Vraag hem om je te laten zien waarom je niet snel en bereidwillig gehoorzaamt. Misschien heb je verborgen motieven van angst of egoïsme. Misschien ben je onzeker over wat de Heer je heeft opgedragen. Hoe dan ook, bekering is het antwoord. Verwarring. Verwarring is nooit van God afkomstig. 1 Korintiërs 14 vers 33 zegt, want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de gemeenten der heiligen. Als jij met verwarring worstelt, dan kun je er zeker van zijn dat Satan op de een of andere manier toegang tot je heeft. Jacobus 3 vers 16 zegt, want waar nijd en twistgierigheid is, al daar is verwarring en alle boze handeling. Dit Bijbelgedeelte bewijst dat verwarring een onderdeel is van het werk van Satan. Verwarring is ook een aanwijzing dat je gedachten niet op de Heer gericht zijn. Jesaja 26:3 zegt, het is een bevestigd voornemen. Gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op u vertrouwd. Het ontwikkelen van gemeenschap met de Heer is een voortdurend proces. Leven in de geest stopt de vleeselijke en satanische toegangen die je ervan weerhouden om je van je geestelijke erfenis te genieten. Het is bemoedigend
om te zien hoe je karakter meer op dat van Christus gaat lijken als je in gemeenschap met hem leeft.